Dit is uitzending 3. En voor degenen die net pas ingehaakt zijn, waar we het hier over hebben, is dat er op 30 april, of in de nacht van 30 op april op 1 mei 1999, is er een Fries meisje vermoord, om het leven gebracht. En die jonge vrouw, die heette Marianne Vaatstra. En pak een beet, 14 jaar na dato, vindt er een rechtszitting plaats door de meervoudige kamer van de rechtbank Leeuwarden. Dit document heb ik al een hele tijd op mijn computer staan. Ik heb het destijds gedownload van een plek waarvan ik dacht dat die betrouwbaar was. Volgens mij van het OM zelf. Maar ik weet het echt niet meer. Ik weet het niet meer. Ik weet wel, toen ik het destijds downloadde, dat ik helemaal misselijk werd van het taalgebruik. En ik heb er echt de tijd voor nodig gehad om het aan te kunnen, om dit... je gaat bijna lelijke woorden zeggen, taalgebruik, te kunnen ontleden. Want je wordt er bijna misselijk van, zeker als je bedenkt wat hier wel niet gebeurd is in het echt. Want wat hier opgeschreven is, dat is ook verschrikkelijk. Maar dat er een 16-jarige vrouw om het leven wordt gebracht, dat is wel eventjes een categorie anders, zou ik zeggen. Want dat is namelijk echt verschrikkelijk. Maar dit ook. En ik heb mijn vorige uitzendingen even terugbeluisterd om te controleren of alles wel klopt. Want dat moeten we natuurlijk ook niet hebben, dat jullie gaan denken dat ik maar een beetje loop te kletsen. En ik heb hier een fout gemaakt in de vorige uitzending. En het ging hierover. Toen heb ik lopen vertellen over de datumaanduiding. En dan maakte ik een... Dat is een beetje rommelig zit het in elkaar. Maar je kan gewoon op internet kijken hoe je in het Nederlands een datum schrijft. En dit is niet correct. Dus vergeet dat verhaal van mij maar. En kijk maar gewoon bij onzetaal.nl of Vandalen of whatever. Vergelijk het desnoods. En de andere fout die ik maakte, en die was wel grappig, dat was deze toen ik het hierover had. Ik noemde dit een apocrief teken. Nou, dat moet je me maar vergeven. En ik zal even uitleggen waarom het eigenlijk een beetje stom is dat ik dat zei. Dat heet een Freudiaanse verspreking. Hier ging het om. Diacritisch. CQ diacritisch met een C. Dat mag allebei. En diacritische tekens, dan heb je het als accenten en het trema. En dat is waar ik het over wilde hebben. Dat is wat ik wil zeggen. En ik gebruik het woord apocrief. Nou, apocrief is afkomstig van het Griekse woord voor verborgen of geheim. En je hebt de apocriefe boeken van Maarten Luther. Nou, dat was gewoon een geweldige blunder. Mag iedereen over lachen. Maar bij deze, ik heb het gecorrigeerd. En ook zeg ik ergens dat het requisitoor iets van 55 pagina's beslaat. En dat is niet waar. Voor alle zekerheid heb ik het hier voor me liggen. En het is letterlijk 51 pagina's. Maar dan mag ik wel weer optellen iets van 48 pagina's. Of nou, 40 pagina's en commentaar. Want, en ik heb nog een bijlage erbij. Vandaar dat ik mij een beetje verrekende. We gaan af en terug en we pakken hem op bij waar we gebleven waren. Dit is pagina 4. Die hebben we gehad. En nu gaan we verder bij pagina 5. Dan begint meneer Henk Jemaus met een klaagzang.
En wij mogen gewoon beseffen dat Henk J. Maals, die is op dit moment in functie. En zijn functie is om de rechter ervan te overtuigen dat verdachte de dader is. En dat mag, en dat hopen we dan, dat mag hij alleen maar doen als hij het ook echt zeker weet. En dat laatste moet hij duidelijk maken aan de rechter. Dan gaat hij hier klagen over de betrokkenheid meerdere politici, daar ging het over. Velen uiten ongebreideld beschuldigingen. En die ongebreidelde beschuldigingen, daarvan gaat hij nu nog even zeggen dat die op geen enkele manier de waarheidsvinding gediend hebben. Maar ja, als ze ongebreideld waren en ongefundeerd, dan hoef je dat niet nog een keer te zeggen. En dan gaat u er ook nog bij stilstaan dat justitie en politie vanaf 01 mei 1999 vrijwel ononderbroken bezig zijn geweest. Dat betekent dat ze onderbroken zijn geweest, want het is vrijwel onderbroken. Ze hadden net zo goed kunnen zeggen waarmee justitie en politie vanaf 01 mei 1999 alles bij elkaar ongeveer 6 maanden bezig is geweest. In al die jaren. En dan gaat hij het nog viezer doen. En dan gaat hij zeggen, in die zin is slachtoffer ook onlosmakelijk verbonden gedurende al die jaren met de Friese politie en justitie. Dus wat hij zegt hier, dat is doordat mensen als Hilbrand Nawijn en Hero Brinkman, zoals die bezig zijn geweest, net als al die anderen die ongebreideld beschuldigingen uiten, die zijn ervoor verantwoordelijk dat slachtoffer onlosmakelijk verbonden is geraakt met de Friese politie en justitie. En een aantal politiemensen heeft zelfs persoonlijke gevolgen ondervonden van deze grote betrokkenheid. En dat staat dus niet in de vorige alinea, want dat sloeg op de betrokkenheid van de plaatselijke bewoners, toch? En aandacht van iedereen bij de zaak. Dus kortom, dit is helemaal niks. Ik word hier niets wijzer van. Ik weet niet hoeveel politiemensen, helemaal niks. En nu komt een hele mooie. En daarvoor moet je echt eventjes afdalen in de krotten, de krochten van de logica. Achteraf kan geconstateerd worden dat in een onderzoek van deze omvang altijd verbeterpunten te vinden zijn, maar dit is nooit het gevolg geweest van, onwil de zaak te willen onwil de zaak op te willen lossen. Nou, qua gewoon Nederlands kunnen we natuurlijk onmiddellijk zeggen dat hier of een nieuwe zin begonnen had moeten worden, of er had een komma moeten staan. En niet een puntkomma. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben daar en daar geweest, .. het mooiste stukje van Noordwest-Nederland. En dan heb je een toevoeging. Een soort verklaring van een eerder geuit begrip. Maar hier had een komma moeten staan. En dan pakken we de eerste conjunct, heet dat mooi. Want het zijn twee zinnen, dus het is sprake van een conjunctie. Je hebt het een en het ander. Dan neem het eerste conjunct. En daar staat dat achteraf bezien kan geconstateerd worden. Nou, bezien had dan weggekund. Want je kan ook zeggen achteraf kan geconstateerd worden.
En het is natuurlijk ook moeilijk om van tevoren te constateren. Dus hij had hier kunnen zeggen, er is geconstateerd dat in een onderzoek van deze omvang, is dat een groot onderzoek, echt waar, vergeleken met wat van andere onderzoeken dan. Er kan geconstateerd worden dat in een onderzoek van deze omvang altijd verbeterpunten zijn te vinden. Nou, altijd verbeterpunten zijn is het natuurlijk, want of je ze kan vinden, dat is maar de vraag. Hij gaat ervan uit dat je altijd een verbeterpunt kan vinden. Als je wil, denk ik. Welke verbeterpunten dat zijn, komt meneer Henk J. Maus natuurlijk niet op terug. Want dat zou een mooie boel worden. Dat wij zouden weten wat ze eigenlijk vergeten zijn en te laks mee zijn geweest. En, hè? Ze zijn er wel, maar wij mogen niet weten welke. Nu gaan we naar de logica. Hier wordt gezegd dat ze dat achteraf pas wisten. Dus van tevoren wisten ze dat niet. Dus de zaak rondom het overlijden, het feit dat ze weg is, van Marianne Vaatstra, dat heeft dus een positief punt gehad, want nu weten ze dat in onderzoeken van dit soort omvang altijd verbeterpunten zijn te vinden. Dit is een aperte leugen. Dit is helemaal niets. Inhoudsloos gewauwel in de ruimte. Maar dit is nooit het gevolg geweest van onwil de zaak op te willen lossen. Dus wat hij bedoelt te zeggen is dat dit... En het woord dit in het Nederlands, dat refereert aan iets wat je eerder hebt gezegd. Hij bedoelt te zeggen dat er verbeterpunten zijn te vinden, is nooit het gevolg geweest van onwil. En waar blijkt dat dan uit? Want als er altijd verbeterpunten zijn te vinden, is dat dus geen indicator van onwil. Net zo goed als dat mensen die hebben altijd een hart en een panieren en. Maar dat wil niet zeggen dat je daarmee een crimineel bent. Je hebt altijd wel eens wat. Dus is dat geen indicator? Nou, dat snapt Henk Maus ook, want hij gaat zichzelf onmiddellijk tegenspreken en zegt nee, eerder het tegendeel. Waar heeft hij het dan over? Heeft hij het dan over dat er achteraf bezien geconstateerd kan worden dat? En daarop zegt hij nee, eerder het tegendeel. Nee, wat hij bedoelt is er is geen onwil geweest de zaak op te willen lossen. En dat vind ik best dat hij dat zo vindt. Maar waar blijkt dat dan uit? Of is dit gewoon de persoonlijke mening van iemand die beweert in functie te zijn als officier van justitie in een zaak die uiteindelijk iemand voor 18 jaar de bak in gaat doen draaien en dat hij ze al zijn bezittingen kwijtraakt en zijn familieverbanden, nou die zijn ook aan de gort. Om nog maar te zwijgen van het feit dat er een meisje van 16 helemaal weg is. Er is onvoorstelbaar hard en langdurig gewerkt om deze zaak tot een oplossing te brengen. Het uitspreken van grote waardering voor de inzet van de Friese politie vanaf 1999 vind ik hier dan zeker op zijn plaats. Nou, laten we kijken of we hierover kunnen lachen. Onvoorstelbaar hard en onvoorstelbaar langdurig gewerkt.
Nou, dat laatste, daar kan ik het wel mee eens zijn. Als op 1 mei het lichaam wordt gevonden van een vrouw van 16... en gelijk begint iedereen al te krijzen, volgens mij is het zus en zo en lalalalalala. En binnen enkele weken komen allemaal meldingen binnen van getuigen. En vervolgens doe je er 14 jaar over om het voor de rechter te krijgen. Nou, dan heb je er inderdaad langdurig aan gewerkt. En het gaat er niet om om de zaak tot een oplossing te brengen. Het ging erom om de dader te vinden. Wie, oh wie, heeft dat gedaan? En Henk Maus vindt het dus zeker op zijn plaats om dat hier allemaal even te melden. En hij wil er ook bij stilstaan dat die grote waardering voor de inzet van de Friese politie, die is juist begonnen vanaf 1999. Niet eens vanaf 1 mei 1999, wel nee, 1 januari. En dat vindt Henk Maus echt zeker op zijn plaats om dat hier te zeggen. In totaal zijn 2 volledige rechercheteams gedurende meerdere jaren bezig geweest met het onderzoek. Slechts onderbroken en nu gaan we echt lachen hoor. Het wordt steeds smeriger trouwens, want als je denkt dat dit smerig taalgebruik is, wacht maar tot ik op pagina X ben. Slechts onderbroken door een second opinion onderzoek van onafhankelijke politiemensen. Nou, hier zit natuurlijk de crux, dat begrijpen we wel. Hè? Hier staan we even bij stil, maar dat heeft hij al vaker gedaan, want hij weet niet hoe hij Nederlands moet schrijven. Hier schrijven we gewoon TWEE. En volledige rechercheteams, wat zijn dat eigenlijk? Nooit een ziekmelding gehad? Of er wordt wel eens gemarchandeerd en dan zegt politie, oh, we hebben er een rechercheteam op gezet. En ze weten zelf wel dat het niet volledig was, maar dat zeggen ze er gewoon niet bij. Maar Henk J. Maus, die weet daarvan, van die scam. Dus, die heeft even gecontroleerd of die rechercheteams wel volledig waren. En hij weet dat. Slechts onderbroken door een second opinion onderzoek. Nou, misschien mag dit in het Nederlands tegenwoordig. Maar je zou ook gewoon zeggen een tweede opinie, volgens mij. Maar, ik twijfel. Hè? En nu komt de lol. Onafhankelijke politiemensen. En wie zijn dat dan? Ik heb hier als pijltje bij geschreven, onderzoek van of onderzoek door. Want dat was het punt. Dat is dus fout Nederlands. Denk ik. Maar het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijke politiemensen. En wie waren dat en waarom waren ze onafhankelijk? En kennelijk bestaan er dus volgens Henk Maus afhankelijke politiemensen. En hij weet wie dat zijn of zo. Hij weet in ieder geval wel wie het niet zijn. En hij heeft dat dus gecontroleerd. En waarvan waren die mensen niet afhankelijk? Bedoelt hij corrupte politiemensen? Afhankelijk van criminelen? Het gehele onderzoeksdossier bestaat uit bijna 600 ordners. Punt, komma,
700 getuigen zijn gehoord, 250 sporen in beslag genomen en onderzocht. Van 124 personen is vrijwillig DNA afgenomen en in totaal zijn 10 mannen als verdachte aangehouden die na een DNA-vergelijking zijn uitgesloten als dader. We hebben het hier over een opsomming. Het gehele onderzoeksdossier, onderzoek mag denk ik ook een onderzoeksdossier, bestaat uit dubbele punt. Eerste ding. Bijna 600 ordners. Hoeveel pagina's zaten er in die ordners? Of ook lege ordners van nog uit te zoeken materiaal wat ik nog niet gevonden heb. Wat is een ordner? Dat zegt me toch helemaal niks. En wat zat er in die ordners dan? Alle kopieën van de Leeuwarden Courant vanaf 1 mei tot en met huppeltje pup. En de Trouw ook nog. Is dat de verklaring waarom Henk Maus zo makkelijk van die over een tijdspanne van 14 jaar nog een krantenartikel kon vinden? In de Elsevier, of een artikel kon vinden in de Elsevier en daarna nog in de Trouw. Wat stond er in die ordners? Wat is er voor info? En dan staat hier 700 getuigen zijn gehoord. Dus het gehele onderzoek bestaat onder andere uit 700 getuigen zijn gehoord. Nee, daar hoort te staan 700 getuigen verslagen. 250 sporen in beslag genomen en onderzocht. Nou, ik zou me af willen vragen waarom je een spoor in beslag neemt en niet zou onderzoeken. Henk Maus, die weet ervan, er wordt heel regelmatig worden de sporen in beslag genomen. En dan hebben die politieagenten geen zin om naar het NFI te sturen. En dan worden ze niet onderzocht, maar hij heeft het gecontroleerd. Er zijn in beslag genomen, 250 stuks, en onderzocht. Ik vind het wel apart dat het precies 250 zijn en ja, niet 247 of zo. En ook deze 700 en dit zijn bijna 600. En dan hier van 824 personen is vrijwillig DNA afgenomen. En in totaal zijn 10 mannen als verdachte aangehouden die na DNA-vergelijking zijn uitgesloten als dader. Nou, dan gaan we dus weer even. Hier wordt hij letterlijk tot op de digit nauwkeurig. 824 personen is vrijwillig DNA afgenomen. Wie deed dat vrijwillig? Volgens mij had er moeten staan, 824 personen hebben vrijwillig biologisch materiaal afgestaan. Daarvan is een DNA-profiel opgesteld. Dat had er moeten staan. Maar je kan niet vrijwillig DNA afnemen. Dat ik aanbel bij mijn buurvrouw en zeg, goeiedag, ik kom even vrijwillig DNA afnemen. Dit is geen Nederlands. En in totaal zijn 10 mannen, en dit is weer onder de 20, want dit mag je precies, mag je in principe zo schrijven. 250 mag je ook zo doen, maar dit schrijven we als T-I-E-N. En dit woord, DNA-vergelijking, daar hoort een streepje tussen te staan. En dan komen we later nog wel achter dat meneer Henk J. Maus echt geen enkele verstand heeft van de materie waar hij het over heeft. Want hij haalt alles door elkaar. En nogmaals, je kan van een mens geen DNA afnemen. Je kan wangslijm afnemen. Of whatever. In je haren. Maar als jij zomaar een biologisch monster naar het NFI stuurt, kan je zomaar een briefje terugkrijgen waarin staat, uit dit biologisch monster konden wij geen DNA extraheren om een fatsoenlijk profiel te maken. Neem maar een nieuwe. Die pech kan je hebben. Dan gaat hij hier weer klagen over het feit dat we hier te maken hebben volgens Henk Maus met een misdadiger die niet uit zichzelf naar de politie stapt.
Ik wilde nogmaals even bij stilstaan. Stilstaan dat als alle misdadigers vrijwillig naar de politie stappen, ja, dan kunnen er wel een aantal agenten naar huis, lijkt me wel. Ja, want dat is het enige wat de politie hoeft te doen. Dat is gewoon het kantoor openhouden en dan af en toe komt er iemand binnen en zeg je, oh, wil jij de gevangenis in? Nou, dan stop je hem lekker in de gevangenis. En dan vraag je aan zo iemand, hoe lang wil je in de gevangenis? En dan zegt ze iemand, nou, 18 jaar. En dan zeg je, nou, is goed. Gratis hotel voor alle criminelen. Maar zo werkt het niet. Verdachten die moeten onderzocht worden. We moeten kijken of daar dus soms de dader tussen zit. En soms zit de dader niet tussen de verdachten waarvan jij dacht, die zijn het. Hè? Of één van die is het. Soms is het toch nog een andere. En daarom spreken we ook over rechercheurs. Herzoekers. Re, dat is Latijn. Dat staat voor her. En chercher, hè? In het Frans kennen we dat. Dat is zoeken. Herzoekers. Net als detective Columbo. Voor mensen van mijn leeftijd, die kennen hem nog wel. Steeds opnieuw nog een vraag stellen. Net zolang tot je erachter bent wie het gedaan heeft. En ga er niet vanuit dat daders zich vrijwillig bij de politie melden. Dan hoef ik je niet als politieagent, laat ik het zo maar zeggen. Dan ga je maar een ander beroep doen. Nu gaan we weer heerlijk aan de slag. In 2007 is het 3D-team ingesteld door politie en justitie gezamenlijk om in een ultieme poging duidelijkheid te kunnen krijgen in aanwezige opsporingskansen van de dader van de moord op slachtoffer. Wanneer in 2007 is natuurlijk niet belangrijk. Hè? Oprichtingsdatum, teamnummer of zo. En we hebben het hier over het 3D-team. Nou, als je me niet gelooft, de oorspronkelijke PDF die staat op mijn website. Nou, die zet ik erop, de kaart zoeken. Maar hier wordt voor het eerst gesproken over het 3D-team. En toen ik dit dus voor het eerst las, dacht ik echt aan het driedimensionele team. Een soort onderzoeksteam dat een 3D-model maakt van een misdrijf en dan kunnen ze allemaal hele bijzondere conclusies trekken. Nou, helaas, daar gaat het niet om. Het gaat gewoon op een 3D-team en die schrijfwijze, die weet meneer Henk Maus ook niet goed. Daar gaan we het zo dadelijk even over hebben. Ingesteld door politie en justitie gezamenlijk, dat woord kan natuurlijk weg, om in een ultieme poging? Oh ja, joh. Nou, volgens mij ken ik nog een paar ultieme pogingen. En dan gaan we met een mannetje of 60 gaan we gewoon even met z'n allen aan de slag. En dan zoeken we het gewoon uit. En dan zetten we gewoon, en dan gaan we gewoon met een mannetje of 60 of zo, en een paar vakantiehuisjes ergens op de Hoge Veluwe. Alle dossiers bij elkaar, alle getuigen worden bezocht, overal YouTube-filmpjes van maken. En dan laten we het volk zelf al beslissen. Gewoon een jurygerecht. Dat lijkt mij ultiem in deze zaak. En het ging dus om duidelijkheid te kunnen krijgen, niet in wie het gedaan heeft, nee, in aanwezige opsporingskansen van de dader. Aanwezige opsporingskansen. Kansen. Een ultieme poging, duidelijk. Dit is een voorbode van mensen. Verwacht niet te veel van het bewijsmateriaal. Want wij waren echt met een ultieme poging bezig om duidelijkheid te kunnen krijgen. Dus niet eens om duidelijkheid te krijgen. Ben jij gek? Gaan we nog miklagen. Dit heeft na jaren duwen en trekken geresulteerd in de totstandkoming van de DNA-verwantschapswetgeving die uiteindelijk de verdachte geen enkele uitweg meer bood.
En duwen en trekken. Wie was er aan het duwen en het trekken? Het 3D-team? Maar dat mag niet. Want de wetgeving, die wordt niet bepaald door de politie. We hebben hier in Nederland, tenminste, dat was de bedoeling. Maar Ivo Opstelten, die neemt het er ook niet zo nauw mee. Maar we hadden hier een scheiding van macht. En de wetgeving, die komt toch van het parlement of zo. Hè? Maar er was dus duwen en trekken in de Tweede Kamer, denk ik. Maar ja, ik gok maar. Gelukkig krijgen we nu weer Friese les. Do bist van mij, solidarido. Jij bent van mij. Ik weet het wel, er staat jij bent van mij, dat weet ik ook wel. Maar ik mag het niet weten als rechter. Want ik ben een rechter in het Nederlandstalig recht. Ook geen Limburgs tegen mij gaan praten. Voor hetzelfde geld begrijp ik het verkeerd en draait er iemand ten onrechte de bak in. Nou, do bist van mij. Puntje, puntje. Jij bent van mij. Krijgen we hier weer even tellen met z'n allen? Hoeveel puntjes staan er hier? 1, 2, 3, 4. Alweer 5 puntjes. Dat mag dus ook niet. We gebruiken gewoon 1 punt aan het einde van de zin. En 3 puntjes bij een verlenging van de zin. En meestal tref je dat aan bijvoorbeeld in een dialoog. Dus als je een pauze laat vallen. Of het hoort gewoon bij romans, laat ik het zo maar zeggen. En niets in, nou ja, formele documenten. Dobis van mij, de gevolgen zijn helaas bekend. Dat woordje helaas is een regelrechte belediging. Want dat zou betekenen dat Henk Maus het beter had gevonden als de gevolgen niet bekend waren geworden. Dat lijkt me echt nog minder. Maar geldt dit ook voor de reden waarom de verdachte hiertoe gekomen is? Dus jij bent van mij. Wacht even hoor. De volgen zijn helaas bekend, maar geldt dit ook? Slaat dan dit op dat het helaas is? Maar helaas ook voor de reden waarom de gedachte hiertoe gekomen is? Of geldt dit voor dobist van mij? Onduidelijke zin. Voor uw rechtbank is de waarom-vraag nodig. Oh, maar nu begrijp ik het. Waarom deed hij het? Was dat echt alleen maar dit? In uw overweging voor de toerekenbaarheid van de daad en de strafmotivering. Maar zou de beantwoording van die vraag iets uitmaken voor het leed dat de familie is toegebracht? Hier gaat hij op glad ijs. Want maakt het hem eigenlijk iets uit, dat leed voor die familie? Als hij de moeder van het slachtoffer gewoon bij de voornaam noemt. En de vader ook. En dan krijgen we als laatste afsluiting, en die zou ik regelrecht willen bestempelen, als doodsverering of satanisme of Saturnuscult of een verzachting hiervan, een verzachting van het leed, of wellicht, nou aan dit woord, dat is weer poëtisch taalgebruik, aanvaarding. Aanvaarding van wat? Aanvaarding van het leed dat de familie is toegebracht. Dit moet je maar durven zeggen. Ik denk, nou, als ik mij verplaats in het lot van de ouders van slachtoffer, dan zou ik er genoegen mee nemen dat de dader gewoon dat soort dingen nooit meer kan doen. En ik ben dan weliswaar mijn dochter kwijt. Maar die dader doet het niet voor de tweede keer. En ook niet dat soort dingen. Waarmee ik bedoel leed toebrengen aan een ander.
Het antwoord op de vraag waarom juist Marianne dit vreselijke lot moest treffen is, hoe wrang dit ook klinkt, een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik heb het hier echt heel moeilijk mee met wat hier. Hij stelt zich hier de vraag waarom juist slachtoffer dit vreselijke lot moest treffen. Nou, zoals hij straks gaat beweren, was het allemaal een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden. En er was niet één dingetje mis, er was een hele serie dingen mis. Dus als we het gaan hebben over die ongelukkige samenloop van omstandigheden, ik kan het niet helemaal goed in één keer, maar goed, laten we het zo maar zeggen. Want ik weet het ongeveer. De eerste ongeluk was dat ze was door haar broer naar Kolm gebracht, als ik het allemaal goed begrepen heb. En ze kreeg geen regiotaxi naar huis. Daar was haar moeder wel van uitgegaan. En dat kan ik me voorstellen. Want je laat een meisje van 16 niet 10 kilometer midden in de nacht naar huis fietsen, nadat er allemaal feesten zijn geweest in de dorpen in de omgeving. En die mensen drinken daar geen limonade. Dus je komt netjes met de regiotaxi thuis. Nou, dat is het eerste wat dus kennelijk niet doorging. Want Spencer, haar vriend, had een geweldig idee en die zei, jij gaat op de fiets naar huis. Alleen zijn eigen fiets had een lekke band. Dat was de tweede ongelukkige omstandigheid. En toen moest er een fiets gestolen worden voor Marianne, voor slachtoffer. Sorry. Dat is de derde. Spencer kon niet eens eventjes naar huis van, ik heb nog een reservefiets staan in de schuur en dan mag je die wel even gebruiken. Nee. We moesten op een gestolen fiets die ook nog eens geen licht had. En toen bleek dat Spencer en zijn vriend Wietse, dat was de derde ongelukkige, die hadden niet even zin om slachtoffer terug te brengen naar haar woonplaats. Ze hebben eerst beweerd dat ze tot aan het tunneltje, en daar kom ik zo dadelijk op terug, waar dat was. Maar volgens het OM hebben ze al halverwege tussen Buitenpost en het tunneltje, onder die lantaarnpaal aan de Jeltingalaan, vonden ze het genoeg geweest. En Spencer, haar vriendje, had zoiets van, ga jij meisje maar eventjes 6 kilometer in het donker fietsen, zonder voorlicht, zonder achterlicht, op een fiets die ik net gestolen heb, die misschien zo dadelijk wel een losse ketting krijgt, weet ik veel. En je zorgt maar dat je thuis komt. En dat is dan de vierde ongelukkige samenloop, is dat slachtoffer dus een vriendje had die dat gewoon heel eenvoudig vond. Had hij helemaal geen moeite mee, dacht hij niet eens over na. De ongelukkige samenloop van omstandigheden waar Henk J. Maus bij stilstaat, is dat als de verdachte een andere fietstocht genomen had, dan was hij Marianne niet tegengekomen. Nee. En ook niet als Marianne gewoon de regiotaxi gekregen had, zoals hij, nou ik moet zeggen, impliciet
Want dat geeft de moeder van slachtoffer aan. Dat de moeder van slachtoffer was ervan uitgegaan dat ze met de regiotaxi naar huis zou komen. Als. Nou, ik gok dat hier weer. Nee, hier staan 4 puntjes. Even controleren. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 puntjes. Oh, leuk. Is ook fout. En dat hoort er helemaal niet te staan. Als is geen term. Ik kan ook zeggen bloe, bla, bli, 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 bloe, bloe. En deze man is in functie als officier van justitie. Het keiharde feit blijft dat het de verdachte is die besloten heeft achter een meisje aan te fietsen met het doel haar te verkrachten. Hier staat verdachte onderstreept. En dat slaat nergens op. Want het zou een mooie boel zijn dat Henk Maus dit verhaal zit te houden tegen iemand. Belastende verklaring aflegt tegen iemand die helemaal niet de verdachte is. Dus Henk Maus klopt zichzelf op de borst dat hij wel degelijk weet wie de verdachte is. Namelijk degene die besloten heeft achter een meisje aan te fietsen. Dat het meisje Marianne Vaatstra heette en 16 jaar was, wist hij niet en was voor hem ook niet van belang. De verdachte verklaart zelfs dat zij zijn type niet was. Oh, en hebben we weer. Hij zit nog steeds in de 4 punten. Type niet was. 1, 2, 3, 4. Elk meisje zou op dat moment het slachtoffer geworden kunnen zijn van de gedachte van de verdachte. Later wordt verteld dat de verdachte die zag alleen maar de schim van een jonge vrouw en haar gelaatstrekken. En nog iets. Dat zag hij alleen maar in het donker. Maar ze was zijn type niet. We hebben het hier echt over een beest. Volgens Henk Maus dan. En dan zeggen we hier nog een keer. Het slachtoffer geworden kunnen zijn van de gedachten. Van de gedachte. Nou, we hebben het natuurlijk gewoon over een slachtoffer van de dader. En omdat hij nog niet veroordeeld is, heet hij de verdachte. Dus het slachtoffer geworden zouden kunnen zijn van de verdachte. En dan hoef je de verdachte niet te noemen, want we begrijpen wel waar we het over hebben. Want het gaat hier maar om 1 verdachte. Maar het gaat in ieder geval niet over de gedachten van de gedachten. Want in mijn optiek mag ieder mens denken wat hij wil. Op het moment dat je gaat spreken, dan ligt het eraan waar je aan het spreken bent. Op een verjaardag moet je iets netter praten dan in de kroeg. En het handelen, daar gaat het echt om. En Marianne Vaatstra is niet overleden aan de gedachte van de verdachte. Die is gekeeld. En om het dan allemaal vriendelijk te maken, gaat u dan nog 1 keertje laten zien aan de bevolking van Friesland, Zwaag-Westeinde en omgeving, dat hij echt heel goed Fries kan.
De familieleden worstelen al jaren met onwetendheid over wat er in die nacht precies is gebeurd op de Keningswei en in het eiland. Weiland, sorry. Ik vind ook dat ik een zo nauwkeurig mogelijk scenario aan u voor moet leggen aan de hand van de bewijsmiddelen uit het dossier. Ik vind ook dat ik een zo nauwkeurig mogelijk scenario aan u moet voorleggen aan de hand van de bewijsmiddelen uit het dossier. Meen je dat nou echt, meneer Henk Jemaus? Of probeert hier iemand u in discrediet te brengen? Want wat moet ik met een officier van justitie die een zo nauwkeurig mogelijk scenario aan de rechtbank voorlegt aan de hand van bewijsmiddelen overal vandaan? Niet eens per se uit het dossier. Meneer officier van justitie is ook op eigen onderzoek uitgegaan en heeft daar een paar aantekeningen van gemaakt. En op basis daarvan zit hij nu een requisitoor te houden. Dat kan toch niet? En een zo nauwkeurig mogelijk scenario, ja, wat denk je dat we van je verwachten? Ik werk in de ICT en ik heb wel eens een opdrachtje gedaan voor etikettenprinten. Nou, ik kan je vertellen dat als daar een verloop in zit en op een gegeven moment is het zoveel als die etiket, die zit 1 mm onder de snijrand. Ja, dat is dus niet goed. En dat was misschien zo nauwkeurig mogelijk, maar het was niet goed. Dus hij moet niet een zo nauwkeurig mogelijk scenario aan de rechtbank voorleggen. Hij moet gewoon het op basis van onderzoek vastgestelde scenario aan de rechtbank voorleggen. Hier komt het ding waar ik het al eerder over heb gehad. Dat hij hier dan eindelijk, want al die tijd refereert hij aan de woorden van Jasper Steringa, maar nu gaat hij ineens zeggen dat het zijn stellige indruk is dat de verdachte geen volledige openheid van zaken geeft en dingen achterhoudt. Dat is natuurlijk als eerste weer tautologisch, want als je geen volledige openheid van zaken geeft, dan hou je dus dingen achter. Henk J. Maus denkt hier dat wij dit soort dingen niet weten. Hij beschouwt ons als een stelletje koeien. Het is heel beledigend wat hij hier doet. En wat hij in feite zegt hier, mijn stellige indruk is, nou, de stellige mag je weglaten, want de indruk van een officier van justitie in functie, daarvan mag je uitgaan dat hij stellig is, want die moet natuurlijk, nou, die krijgt, ik heb hier ook uren aan besteed. Maar ik neem aan dat Henk J. Maus, die heeft hier een vergoeding van 160 uur voor gekregen of zo. €180 per uur. En als je dat dan uitsmeert over zijn salaris en zijn onkostendeclaraties en enzovoort. Ja, dus het gaat bij hem alleen maar over, mijn indruk is dat verdachte liegt. En dat moet hij gewoon zeggen. En als je dat gaat onderzoeken, van zou het kunnen zijn dat Jasper Steringa liegt? Nou, ik denk van wel. En waarom zou Jasper Steringa liegen? Nou, ik denk dat hij onder druk gezet is. Maar dat is wat ik denk. Ik zou graag eventjes een vergoeding krijgen. Dan ga ik naar Friesland. En dan ga ik het zelf even uitzoeken. Hoe zit het nou eigenlijk? En dan ga ik op bezoek bij Wim Dankbaar. Ga ik even langs in Ierland bij Micha Kat. Daar gaan we het er eventjes over hebben. Even met Mira, van Talk to Mira. Oh, hoe zit het nou effing eigenlijk?
Hier volgt een tautologie, een herhaling. Het beeld dat de verdachte in zijn verhoren aangeeft, is namelijk niet compleet en kan opgevuld worden met technische bevindingen. Nou, dit is zo grappig. Dat moeten we eventjes apart nemen. Dus wat hij hier zegt, is dat dat wat verdachte zegt, als je daar de technische bevindingen aan toevoegt, dan krijg je dus een nieuw beeld. Dat lijkt mij in de meeste gevallen zo. Zeker als je iemand verhoort, pak een beetje 13 jaar nadat het heeft plaatsgevonden. En welke technische bevindingen dat dan zijn? Helemaal niks. We krijgen zo dadelijk gewauwel over DNA. En dat is het dan. Er komen ook nog dingen met tampon. Dat woord zal ik wel gebruiken. Maar een aantal woorden zal ik zo dadelijk niet kunnen gebruiken. Zo erg wordt het. De familie, maar ook de Friese bevolking. Nou, dat klopt natuurlijk niet, want die familie is Fries. Dus als je dit nou per se wil zeggen dat het gaat over Friesland, dat heeft niks te maken met Friesland. Want toen ik destijds las in de krant dat er een meisje van 16 met Koninginnennacht, zoals wij dat hier noemen hier in Arnhem. Koninginnennacht noemen we dat. We vieren geen. Ja, dat maakt niet uit. Maar met Koninginnennacht was er dus een meisje gekeeld. Dacht ik echt, shit. Dus ik heb ook belang bij het juist vaststellen van de waarheid. En dat is niet omdat het gehele proces uiteindelijk daarvoor bedoeld is. Ik heb behoefte aan de waarheid, omdat ik wil weten welke dat gedaan heeft. Hoe is zijn voornaam? Hoe is zijn achternaam? Hoe heten zijn ouders? En wat is zijn laatste bekende verblijfplaats? Dat wil ik weten. En meer niet. De rest, dat is dan wel duidelijk. Ik heb dit genoemd drama nummer 21 en we zijn pas op pagina 7. Dat is drie drama's per pagina. En deze heb ik erna geteld, dat is 22, maar die heb ik dus. Ja. Als iedereen mij. Ik kan het helemaal uitwerken, maar dat helpt ook helemaal niet. Hier staan zoveel leugens in. Dit kost gewoon tijd om dat helemaal te bespreken. Deze zin hieronder, die. Liever zou ik hem weggummen, eigenlijk. En dan gaat meneer Maus verder. Die waarheid draagt gruwelijke details in zich die ik hier toch zal moeten benoemen, want pas als uw rechtbank een volledig beeld is geboden van de feiten, kan tegemoetgekomen worden aan de wens die de vader van het slachtoffer heeft gedaan namens zijn gehele familie, daar moet ik echt weer op terugkomen, bij zijn voorwoord in. En hier ga ik echt van over mijn nek. Opportun, het blad van het OM. Dit is zo erg wat we nu allemaal gaan krijgen. Dit is zo beledigend geweest voor de familie Vaastra. Ik vind het heel erg voor die mensen. Ik vind het ontzettend erg voor iedereen die Marianne Vaastra gekend heeft en die nog wist wat voor leuke dingen ze wel eens deed. Kijk, niemand is zonder zonde. Ik ook niet. Maar dat betekent niet dat het je met je af kan lopen, zoals het met haar afgelopen is.
Want dat is namelijk over the limit. Het gaat hier echt om een heel verschrikkelijk misdrijf. En in het kader van een requisitor van een heel verschrikkelijk misdrijf, vindt meneer Maus het tijd om eventjes reclame te maken voor een uitgave van het OM. Ik hoop, eigenlijk moet je nu de uitzending stopzetten, omdat je moet braken. En als je nu nog doorluistert, ben je eigenlijk een ongevoelig. Nee, was een grapje. Je moet natuurlijk doorluisteren. Nou, gruwelijk. Dat inderdaad, dan gaat ze daar nog komen. Het is echt, ik weet niet of mensen de Texas Chainsaw Massacre gezien hebben in de jaren 70. Je kan hem ook nog opzoeken op het internet. Zoiets. Ja. Dus, dat gaat echt wat heel filmisch. Krijgen ze dadelijk beschreven welk stukje textiel als eerste. Nou ja, heel erg. Maar dat wordt allemaal heel gruwelijk. En dan zegt hij hier, die hier toch zal moeten. Toch zal moeten. Hij had gewoon kunnen zeggen, die ik hier moet benoemen. Dus het volledige beeld kan pas duidelijk worden uit de gruwelijke details. Maar dat begrijp ik niet. Want ik wil alleen maar weten wie het gedaan heeft en hoe die daar de kans toe had. Want Marianne Vaastra is niet een meisje van 3. Er was wel een meisje van 16 die het in principe niet erg vond om 5 kilometer of 10 kilometer te fietsen. Want ik heb ook in die contraille gewoond. En er was 13 kilometer fietsen, 20. Ik had een vriend die fietste 20 kilometer. Gewoon naar school. Hoe kon zo iemand gepakt worden? En het heeft niks te maken met die gruwelijke details. En dit was natuurlijk weer heel slecht, maar dat zeg ik nu niet meer, maar dat mogen je inmiddels weten. We zijn nog steeds in de inleiding overigens en we zitten op pagina 8. 8 pagina's inleiding. En de volgende paragrafen hebben geen enkele. Dat wordt nog heel erg grappig. Voordat ik uw rechtbank een strafeis zal voorleggen, zal ik aandacht besteden aan het onderzoek van het 3D-team dat de basis is geweest voor het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. Als eerste zien jullie natuurlijk ook samen met mij dat hier 3D-team zonder streepje wordt geschreven. En als je het filmpje even terugspoelt, dan schrijft hij het elders met een streepje. En we weten natuurlijk nog steeds niet wat het 3D-team is. Voor het grootschalig verwantschapsonderzoek. Een aantal stukken die door u zijn besproken, zal ik nog kort duiden op hun belang. Daarna zal ik formeel juridisch de totstandkoming van het DNA-onderzoek bespreken en de waarde van het DNA-bewijs in deze zaak. Wacht eventjes, hè. Hier hebben we het over DNA-onderzoek en hier hebben we het over DNA-verwantschapsonderzoek. Grootschalig zelfs. Moet ik hieruit afleiden dat een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek, dat schrijf je in het kort als DNA-onderzoek. Volgens mij is dat niet waar. Want ook als jij een medische kwaal hebt, kunnen ze een DNA-onderzoek doen. Toch? En dan krijgen we dan hier het DNA-bewijs. En daar gaat hij dan vervolgens nog heel ingewikkeld over doen. Want je hebt autosomaal, je hebt Y-chromosoom of eister. Zelfs ik kan het met moeite begrijpen en ik weet het een en ander van de materie. Maar zoals hij het uitlegt, denk ik echt, sorry.
Dan krijgen we nu een stukje inhoudsloos. Ook even leuk. Dan weet je ook gelijk hoe je dus nooit inhoudsloze tekst moet schrijven. Laten we dit gewoon zien als een les voor Nederlands. Voor jullie kijkeraars, luisteraars. Vervolgens zal ik het verloop van feiten weergeven zoals die zich in de visie van het Openbaar Ministerie heeft afgespeeld in de nacht van 30 april op 01 mei 1999. Ik zal dit toelichten op basis van voorliggende stukken en bewijsmiddelen uit het dossier. Nou, niks nieuws onder de zon, toch? Het verloop van feiten, hij kan ook zeggen, zal ik de feiten weergeven, zoals die zich in de visie van het Openbaar, ja, gewoon de feiten weergeven, zoals die waren in de nacht van 30 april op 1 mei. Ik zal dit toelichten op basis van voorliggende stukken en bewijsmiddelen uit het dossier. Nou, tot nu toe heeft hij dat niet echt gedaan, hè? De ene paginavermelding was pagina 437. En dan moet meneer de rechter maar weten welk oud testament dat dan maar is. Hè? Dan krijgen we een leuke en een rode. Ook echt voor de lol even gewoon. Dan gaan we even lachen over Henk Maus. Ik heb overwogen in hoeverre het gebruik tijdens mijn requisitor van, oh, deze is leuk, ja, van digitale ondersteuning middels foto's en sheets bij zou kunnen dragen aan de duidelijkheid. Ik heb hiervan afgezien, nou dat voel je me lang, hè. Ik heb hiervan afgezien omdat uw rechtbank en de verdediging een uitgebreid technisch dossier hebben met foto's van goede afdrukkwaliteit. Als het niet zo erg was, zou je hier verschrikkelijk om kunnen lachen. Maar bovenal voegt dit niets toe aan een beschrijving in woorden van een... Ik zeg het niet. Ik vind het gewoon niet leuk. Want het is natuurlijk niet waar. Ik wijs het nu even aan, maar een beschrijving in woorden van een... heeft iemand de laatste tijd nog gekeken naar die ISIS-filmpjes, weet je wel? Waar hij het over heeft, want hij staat alleen maar te wauwelen. Talking into deep space. Hij heeft helemaal niks. Hij heeft helemaal geen foto's, hij heeft helemaal geen sheets, hij heeft helemaal niks. En hij gaat er gewoon vanuit dat je moet gewoon goed gaan vertellen hoe erg het is. En met al die detailaspecten. En ja, dat is alles wat hij hoeft te doen. Hij hoeft niet met feiten te komen. Want de rechtbank en de verdediging, die hebben een uitgebreid technisch dossier. Dat is natuurlijk geen juridische term. Hij gaat er hiervan uit dat wij begrijpen dat er wordt gewoon een technisch dossier overlegd. En we hoeven daar verder niet aan te refereren of zo in dit ding, want nou ja. Hè? Op mij zit hij zich gewoon vrij te praten. Ja, of degene die Henk J. Maus in discrediet wil leiden, brengen. En dan... Hè, Henk Maus mag mij onmiddellijk bellen. En zeggen, Perry jongen, ik ben zo blij dat jij dit nu eindelijk klokken luidt. Want dit speelt al jaren. Iedere keer dan zeggen ze dat ik dit soort requisitors schrijf. Wie o wie heeft dit requisitor geschreven? En wie o wie heeft ervoor gezorgd dat Marianne Waatstra al een, nou ja, bijna 16 jaar niet meer onder ons is? Ze was nu bijna effing 32 geworden. De feiten zullen tot de conclusie leiden dat de moord en verkrachting van Marianne door verdachten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden en hem ook kunnen worden toegerekend. Uiteraard zal ik juridisch ingaan
op de voorbedachte raad in het bijzonder en de tenlastelegging in zijn geheel. Nou, dit slaat natuurlijk nergens op. Dat is schreven in de chatroom, dus dat doen we niet. En dat de feiten tot de conclusie zullen leiden dat de moord wettig en overtuigend bewezen kunnen worden en hem ook kunnen worden toegerekend. Dus hij was niet gek of zo. Het was echt, wat hij dacht, dat het nou precies, dus typisch iets wat je kan verwachten van een doorgedraaide boer uit Oud-Woude. Zo zijn die mensen en die moet je gewoon 18 jaar in de bak stoppen. Uiteraard zal ik juridisch ingaan. Ja, meneer Henk J. Maus is op dit moment in functie als officier van justitie. En hij doet zijn praatje bij de meervoudige rechtbank van Leeuwarden. Ik denk dat ik niet het lef zou hebben om niet juridisch daar te gaan lopen wauwelen. Dus hij zegt hier iets wat we eigenlijk van tevoren wel mogen verwachten. Of weet hij dat er officieren van justitie zijn die helemaal niet juridisch ingaan op zoiets als voorbedachte raad. Of in het bijzonder op de tenlastelegging in zijn geheel. En hij zegt dat hij wel van onbesproken lalalala is. Nou, nu gaan we eindelijk leren wat 3D betekent. Want ik dacht dus driedimensioneel. Maar dat is dus niet zo. Het 3D-team wordt dus nu voor het eerst uitgelegd. Dat is het derde onderzoeksteam. Heeft zich in oktober... nu weten we het. Want eerst was het in 2007, maar nu oktober 2007... Dus Henk Maus, die dacht van nou, ik doe eerst 2007, daarna nog oktober 2007. Dan heb ik nog iets meer pagina's. En dan, dat heeft zich dan weer gestort. Net als moeder van slachtoffer. Die stortte zich toch ook ergens in? Heb ik nog onthouden van de eerdere pagina's? Maar ook het derde onderzoeksteam. Ik weet trouwens niet van een eerste onderzoeksteam of een tweede onderzoeksteam. Ik zou niet weten wie erin zaten. Maar het derde onderzoeksteam heeft zich in oktober 2007 gestort op het onderzoek naar de dood van Marianne Vaatstra. En dan komt er een hele leuke. En nu wordt het echt. Nu ga ik een aanspraak maken op jullie denkvermogen. Want hier gaat het namelijk over wetenschap. En de wetenschappelijke methode. En het taalgebruik wat daarbij hoort. Dus als ik het nou even zo, moet jullie even, doe ik hem zo. Maar je moet vanaf hier gaan lezen. Vanuit. Vanuit de hypothese. Alsof het misdrijf die dag net zou zijn gepleegd. Nou, wat staat hier nou? Het woord hypothese, dat is een veronderstelling, oftewel een onderstelling. Een hypo, dat is Grieks en dat slaat op onder. Hyper is boven, hypo is onder en these is stelling. Dus hypothese, dat betekent dat je ergens vanuit gaat. En dan ga je ervan uit dat iets is. Bijvoorbeeld, om het flauw te zeggen, je gaat ervan uit dat oom Frans vreemd gaat. En dat kan een hypothese zijn. En een tante Gerda, die is hartstikke lief. En je denkt, jeetje. En zijn vrouw dan. Hè? Maar als je dat dan hebt, die hypothese, dan moet je dat gaan bestuderen. En je kan niet zomaar naar tante Gerda toestappen en zeggen van, hij gaat fout hoor, hij gaat vreemd. Dat kan niet zomaar. Maar je kan wel die hypothese hebben natuurlijk. Nou, en wat is de hypothese?
De hypothese is alsof het misdrijf die dag net zou zijn gepleegd. En dat is raar. Want het misdrijf is namelijk exact gepleegd in de nacht van 30 april op 1 mei. Op een paar uur nauwkeurig weten we dat. En niet in oktober 2007. Dus deze zin, die... schande. Echt schande. Als dit echt zo is, als justitie op deze manier omgaat, als ze zo omgaan met het begrip hypothese, van we nemen gewoon iets aan wat echt niet kan, wat absoluut onwaar is, en dat gaan we onderzoeken. Het doel was om te kijken, ik pak hem even van hier tot hier, of met de stand van de huidige techniek nog nieuwe opsporingsmogelijkheden te vinden waren om tot de dader te komen. Nou, dit is dus weer hetzelfde ding. Het ging er gewoon om, je kan natuurlijk een derde team instellen, als ik de baas van de politie was, hè, dan zou ik zeggen, jongens, al het onderzoeksmateriaal, alle getuigen, alles nalopen, ja. En dan gebruik je DNA-technieken, whatever. Misschien hebben ze ook wel nieuwe zuurdetectietechnieken. Of iets met... Zeg het maar. Hè? Door de wetenschap, dat is een methode die levert resultaat op. Van jaar tot jaar. Dat zou ik zeggen. Dus ze gingen kijken of er nog nieuwe opsporingsmogelijkheden te vinden waren. Kortom, ze hebben een soort literatuuronderzoek gedaan. Van we gaan kijken of er nog nieuwe opsporingsmogelijkheden zijn. Het is ook allemaal gewauwel in de ruimte. Want wat ze gingen doen, dat was gewoon Jasper Steringa framen. Als zondebok. Met iets van DNA. Wat niet uit een aansteker kwam. Ik hoop echt dat er mensen zijn die met mij mijn boosheid delen. En als dat niet lukt, dat je er op je minst verdrietig van wordt. Nou, hier kan je dus echt nu onmiddellijk voor naar de politie gaan en aangifte doen van wanbeleid of zo. Bewust is niet geïnvesteerd in het nalopen van het bestaande dossier op tegenstrijdigheden tussen verklaringen van getuigen en vervolgens opnieuw gaan horen, dan wel opsporen van nieuwe getuigen. Het menselijk geheugen is feilbaar en zeker als de moord in 2008 bijna 9 jaar geleden is. Even kijken. We hebben het hier over oktober 2007. En nu hebben we het plotseling over 2008. Dus mis ik hier een jaar of missen jullie een jaar? En ik kan nu even teruggaan naar de opening van het requisitor, waarin een letterlijk citaat staat van Jasper Steringa, waarvan Henk J. Maus zegt dat het helemaal klopt. En op het moment dat dat getuigenis werd opgetekend, was het toch echt 2012. En op dat deel van het menselijk geheugen bouwt Henk J. Maus zijn requisitor. Dus daar heeft hij geen probleem mee. Het zijn alleen verdachten
spreekt de waarheid, behalve natuurlijk dat hij liegt. Want dat heb ik net een paar pagina's geleden verteld, dat Henk Maus vindt dat verdachte liegt. En al die andere mensen, ja, daar hoef je helemaal niks mee te doen. Huh? De moeder van slachtoffer, die weet echt niet meer hoe het was op 1 mei, kom op. Huh? En die vader van slachtoffer, en denk je dat die het weet? Nee, man, dat is zo lang geleden. Ik kan hier gewoon heel boos over worden. Bewust is niet geïnvesteerd in het nalopen van het bestaande dossier. En dit is weer een nieuwe, want ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. Kijk, dit is een spatie. Ja? En die staat hier ook. Ik zal hem iets vrijmaken. Ja, ik kan het beter zien. Dit is een spatie, dit is ongeveer zo'n breedte. Die staat hier ook. Ja? En daar ook. En daar. Daar staan er twee. Moet je goed kijken. En als er ergens twee spaties staan, betekent dat dat iemand heeft zitten knippen en plakken. En het betekent dat die persoon zijn werk niet nagekeken heeft. En het betekent dat de organisatie het niet nodig vindt dat juridische documenten tegengelezen worden. En voor wie niet weet wie dat betekent, maar tegenlezen, dat moet je altijd doen, ook als je een offerte maakt als commercieel persoon. Dan maak je een offerte voor firma Goudstra, voor de vervanging van de kozijnen. En dan geef je hem, voordat je hem op de bus doet, geef je die offerte even aan een collega of een secretaresse. En dan zeg je, lees hem even tegen. Want skip er even doorheen. Ja? Want op een gegeven moment raak je gewoon woordblind. En dan zie je dat soort dingen niet meer staan. En dit dossier is niet, dit document is niet tegengelezen. Hopsie deze. Bovendien is het dossier op dat punt helemaal compleet. Oké, op welk punt? Jullie mogen even gaan zoeken. Ik wil niet alles verklappen aan jullie, maar gaan jullie nou eens even nadenken. Welk punt bedoelt hij? Bedoelt hij soms dat er geen nieuwe getuigen zijn? Of bedoelt hij, het dossier is helemaal op dat punt is dat het menselijk geheugen feilbaar is? Zeker als de moord werd op dat punt, is dat het punt? In totaal zijn 206 getuigen gebruikt om een tijdlijn van die nacht in kaart te brengen waarop is aangegeven en nu voel je alweer dat hij gaat liegen. Hij gaat onderstrepen wanneer een getuige is weggegaan en hop, weer onderstrepen welke route is gereden of gelopen. Ja, probeer het maar voor jezelf in beeld te brengen. Ik vond het zo erg toen ik dit voor de eerste keer las. Want dit is heel precies, hè? 206 getuigen. Maar waren die allemaal even goed? En die hebben een tijdlijn van die nacht. Die zijn gebruikt om een tijdlijn van die nacht. Wat is een tijdlijn? Wanneer een getuige is weggegaan. Een getuige van de moord op Marianne Vaastra? Bedoel je dat? 206 getuigen van de moord op... Ja, ga toch weg? Nou, nu gaat u dus in de software duiken waar hij echt geen verstand van heeft. Met nieuwe techniek, zoals het programma Dynacap, zijn alle verkeersbewegingen gedigitaliseerd en gevisualiseerd,
waarbij rekening is gehouden met de verschillende snelheden van fiets, auto of brommer. Dit toont aan dat in de erg drukke Koninginnedag, nou echt, laten we er maar om lachen, mensen. Dat is misschien wel het beste voordat we in tranen uitbarsten. In de erg drukke Koninginnedag van 0.00, ik kom er zo dadelijk op terug, tot 04.00 uur, bijna 80 personen op een of andere manier langs de Keningswei zijn gegaan, maar dat in de tijdsperiode na 0.40 uur vrijwel geen getuigen zijn langs geweest. Nou, deze zin pakken we weer lekker van voor af aan. Dit hoort niet. We zitten niet in de chatroom. En dan hebben we het hier over tijdsaanduidingen. Bij een tijdsaanduiding gebruiken we altijd 2 digits voor het uur en 2 digits voor de minuten. Dus inderdaad 00 en dus dat 10 over 12 is 00 en een 10. Dus 0010. Mag je zelfs aan elkaar schrijven. En er hoort dan een dubbele punt tussen. Dat is de meest acceptabele. Dat zie je ook gewoon als je op je computer bovenin kijkt naar de tijdsaanduiding. Dan staat daar gewoon een dubbele punt tussen. En niet een punt. Bijna 80 personen. Oh ja joh. We hebben nog hier 206 getuigen. Maar hier bijna 80. Je had ook gewoon 76 kunnen schrijven of zo. Hoeveel waren het dan? En die zijn op een of andere manier langs de Keningswei gegaan. Wat bedoelen we daarmee? Ze waren ergens in de buurt van de Keningswei. Maar ja, als je op 500 meter afstand bent en je zei, ik zag een Vlaamse gaai op een tak zitten. Wat betekent dat? Wat heb je dan gezien? Je hebt er helemaal niks gezien. Dus 206 mensen, dat lijkt wel heel erg veel. En dat hebben ze ingevoerd in een programma. Dat er moet staan computerprogramma. Want een programma kan ook een theaterprogramma zijn. In het computerprogramma Dynacap. En dan wordt er gezegd hiervoor met nieuwe techniek. Zoals het programma Dynacap. Welke andere? Dus hebben wij een hele stapel programma's gebruikt. Maar deze wordt eventjes expliciet genoemd. Oh ja joh. Wat voor programma is dat dan? En dat is dan heel nieuw. En dan zijn de verkeersbewegingen gedigitaliseerd. Nou, daar vallen we allemaal stijl van achterover, toch? Oh jee, het zit in de computer. En gevisualiseerd. Nou, weet ik een paar dingen van digitaliseren en visualiseren. Dat is namelijk, je kan gewoon je computer open doen, je laptop, en je gaat als een idioot lopen typen. En doe je save. En dan zet je op Facebook. Dan heb je het gedigitaliseerd. Maar dat betekent niet dat dat wat jij typt, dat dat een beeld duidelijk maakt. Ik heb daar meerdere bewijzen van gezien van mensen die typen maar raak. En het is allemaal gedigitaliseerd. Maar het slaat helemaal nergens op. Dit hele requisitor is digitaal opgeslagen. Maar het visualiseert helemaal niks. Dus dat iets gedigitaliseerd is en daarmee gevisualiseerd is, dat is helemaal niet duidelijk. Dat hoeft helemaal niet. We hebben hier een mooie kommafout. Komma, waarbij rekening is gehouden met de verschillende snelheden van fiets, auto of brommer.
Ja, nu mag je ook gewoon eventjes in je luier gaan plassen van het lachen. Want wat heb ik aan een programma wat dan mij gaat vertellen welke getuigen in de buurt waren. Zonder... Ja, en trouwens, nou ik er nog beter naar kijk. Alleen op fiets, auto of brommer. Dus er waren geen wandelaars. Zo. Dus als je wandelde, dan kreeg je een snelheid toegewezen van een fiets. Van, we hebben alleen maar fiets, auto en brommer. En dan een fiets is dan 15 km per uur of zo. En een brommer is dan 30 gemiddeld en een auto 70. Zo. En wandelaars, dat kan Dynacap nog niet. Dat is dan de volgende versie van Dynacap en die kan ook wandelaars. Dit toont aan dat in de erg drukke koning in de nacht van nul weer foute tijdsinduiding natuurlijk. Ja, goed, wel consistent fout, dus dat oké. Okay. Dat bijna, ja, op een of andere manier langs de Keningsweg zijn. In de erg drukke. Hoezo was dat een erg drukke koning in de nacht? In Amsterdam was diezelfde koning in de nacht, denk ik, een stuk drukker. En hier ontbreekt een komma. Vrijwel geen getuigen zijn langs geweest. Nou, vrijwel geen betekent enkele. Niet veel, enkele getuigen langs zijn geweest. En wie zijn dat dan? Alle in beslag genomen biologische sporen, die zijn ingestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut, zijn met de op dat moment geldende nieuwste technieken opnieuw onderzocht op DNA en bepaling van het profiel. Deze stukken van overtuiging zijn ingebracht in een computer, zodat onmiddellijk zichtbaar is waar een bepaald spoor is aangetroffen. Nou, hier moet ik echt even stoppen. Ik ga zo dadelijk pagina 10 op de volgende uitzending doen. Maar hier dus, dit Nederlands. Alle in beslag genomen biologische sporen die zijn ingestuurd, la 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 la. Hier had een komma moeten staan. Want anders impliceer je dat er in beslag genomen biologische sporen zijn die niet ingestuurd zijn. Dus alle in beslag genomen sporen die ingestuurd zijn naar het Nederlands Forensisch Instituut zijn alle overige in beslag genomen biologische sporen zijn opgestuurd naar het Vlaamse Forensisch Instituut. En die zijn niet onderzocht met de geldende nieuwste technieken of zo. Maar hier had een komma moeten staan. Want hij wil zeggen dat alle in beslag genomen sporen, die zijn opnieuw onderzocht. Zoiets. En waar zijn ze op onderzocht? Ze zijn onderzocht op DNA en bepaling van het profiel. Van die sporen is gewoon geprobeerd om een DNA-profiel op te stellen. Ze zijn niet onderzocht op DNA. Want als je het profiel hebt, heb je DNA. Vlak voor de pauze. Deze stukken van overtuiging zijn ingebracht in een computer, zodat onmiddellijk zichtbaar is waar een bepaald spoor is aangetroffen. Nou, deze afkorting, SVO, kijk, we zitten hier niet op juridische les. Het zal best zijn dat stukken van overtuiging, dat je dacht dat je dat in een juridisch document als SVO mag benoemen voor professionals, voor mensen uit het vak. Als je het hier doet, deze stukken van overtuiging, SVO,
dan doe je dat alleen maar omdat je in je volgende pagina's dan niet meer stukken van overtuiging hoeft te schrijven. Maar dan moet je die term wel herhalen. En Henk J. Maus herhaalt deze term niet. Als ik me daarin vergis, moet je me dat maar vertellen, maar volgens mij herhaalt hij hem niet. Dat betekent dat hij geen afkorting hoeft te gebruiken. Deze stukken van overtuiging zijn ingebracht in een computer, zodat onmiddellijk zichtbaar is waar een bepaald spoor is aangetrokken. Zijn ingebracht in een computer. So what? En in wat voor een computer dan? Een blauwe computer? En wat voor software? Was dat Dynacap? Of was dat gewoon WordPress? Of WordPad? Heb je bij Windows, heb je WordPad? Kan je ook lekker inbrengen in een computer. En als je het in WordPad typt, dan is het onmiddellijk zichtbaar waar een bepaald spoor is aangetroffen. En van wie was die computer? En wie doet het onderhoud op die computer? En is die software nog geüpdate? Kortom, waar heeft hij het hier over? Of lult Henk J. Maus gewoon uit zijn nek? Of iemand wil Henk J. Maus in een slecht daglicht plaatsen? Wat is hier